En wie vinden we aan tafel vanavond, Farah? Aan tafel vanavond professor Frans van Istendaal, een van de vier experts van de Fortis-commissie. Priester Staf Nimmegeers. Jan de Volder, redacteur bij het weekblad Tertio. En kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaanses. Allemaal welkom. Is dit een eenmalig geïsoleerd incident of grijpen jongeren sneller naar geweld tegenwoordig? Ja, ik vind het in ieder geval toch moeilijke dagen als jeugdhulpverlener. Het wordt toch een beetje moeilijk om optimisme vol te houden en te zeggen wat strikt genomen zo is, dat in onderzoek de groep echt criminele jongeren niet groter is dan 10, 20 jaar geleden. We ontsnappen niet aan de vaststelling dat de groep lastpakken groeit. Mm-hmm. En natuurlijk de snelheid waarmee nu incidenten aan het komen zijn, waarbij wij fenomenen voor het eerst binnenkrijgen die tot nu toe gereserveerd waren aan de Verenigde Staten en Engeland, is sowieso verontrustend. Ik denk dat we onze ogen daarvoor moeten openen. We zitten wel op een gevaarlijke spoor. Dus effectief erger dan vroeger, denkt u? Dus niet alleen maar een indruk. De extremen zijn niet erger. Het aantal dat zullen moorden is niet toegenomen. Maar de tussengroep, degene die schade veroorzaakt, de samenleving bang maakt, buschauffeurs en co, al degene die regels vertegenwoordigen, een school, een treinconducteur, al die mensen hebben duidelijk veel meer last met een groep tieners die zich niets meer laat zeggen. Wat kunnen, moeten volwassenen doen, inderdaad? Nee, eigenlijk is dat redelijk eenvoudig. Hè. Ken uw kind. Ja. En dat is voor een tiener een verschrikkelijk moeilijke opdracht. Ja. Want de specialisatie van de tiener is het geheim, hè. De omerta. Ja. Ja. Deze gasten die in Luik binnengevallen zijn in die school, gegarandeerd dat andere jongeren op de hoogte waren. Want jongeren voorkomen ontzettend veel geweld. Hè. Ontzettend veel jongeren zijn via chat, mail enzovoort op de hoogte dat er daar iemand in de klas is of vrienden zijn die zeggen wij gaan afspreken buiten de school aan dat voetbalveld met de knokploegen. Ja. En die komen tussen, die praten, die bemiddelen. Dat is jammer genoeg een heel sterk stuk van de jeugd dat weinig in zicht komt. Maar dat bemiddelen faalt ook net door het gewicht van de omerta. En dan gebeuren zo'n dingen als en je hoort als ouder te weten waar zijn mijn gasten mee bezig. Die hele parlementaire commissie, als je kijkt naar wat er daar in de pers, de geschreven pers, maar ook op televisie over wordt gezegd, dan zegt men, ja, kijk, waar men op tijd is, is men wil met wit wassen en, of men wil ze afslachten enzovoort. Daar is gisteren, tijdens het hele debat, geen woord over gezegd. Het ging alleen over de juridische argumentatie, de argumenten, voor en tegen, ja? En de ervaringen. En ik vond dat buitengewoon interessant. Ik denk niet dat de pauze een antisemiet is of dat de pauze... Nee. Maar de pauze is inderdaad iemand voor die eenheid. Maar dan stel ik mij de vraag, en dat is ook zijn plicht, herder van de kerk. Maar dan stel mezelf de vraag, en die doet een beetje onbehagelijk aan, waarom spreidt hij het bedje voor de aardsconservatieven? Het ten ere herstellen van die oude liturgie. Het gebaar naar de er moet weer gebeden worden voor de bekering van de Joden. Het gebaar van die aanvaarding van die vier bisschoppen opnieuw. Waarom doet hij dat? U stelt de vraag, kunt u ze ook beantwoorden? Ja, zeker. Omdat de paus, volgens mijn inziens, en ik loop niet alle dagen rond in het Vaticaan, een kerk wil die terug beantwoordt aan de oude maatstaven. Ik denk dat het willens nillens een kerk is uit de oude tijd, omdat hij een groter houvast en een groter succes bij de mensen zou hebben. En dat hij daarbij in zijn idealisme, tussen de aanhalingstekens, vergeet dat heel die rechtse, ultra-rechtse stroming in de kerk met de linkse vleugel die hij buiten geschopt heeft, denk aan een bevrijdingstheoloog en al die mensen, heeft dus ook geen contact mee. Of sporadisch, zo'n knoffelijkheidscontact. Maar met die rechtse vleugel wil hij wel scheep gaan. Maar hij vergist zich, want die rechtse vleugel is, en dat heb ik al jaren beweerd, dus vertel ik niets nieuws, dat is geen religieuze beweging, dat is een politieke beweging. Maar wat ik toch duidelijk wil zeggen aan de kijkers, dat is, kijk, deze paus die rehabiliteert geen negationist. Ik bedoel, dat doet hij niet. Men zegt dat,
En ik lees dat overal op alle websites, nee, nee. Maar dat is niet wat hij doet. En dat is zeker niet wat hij heeft willen doen. Dit is toch een negationist, daar kan je absoluut. Toch niet bij. Zegt, hij wordt niet gerehabiliteerd. Nou, eigenlijk wordt hij niet gerehabiliteerd, maar het is nog veel moeilijker dan wat die experten technisch daar gezien, oplossen. Technisch gezien niet. Kijk, een excommunicatie opheffen, maar die man die is geen bisschop op dit moment in de katholieke kerk. Die is gesuspendeerd, heet men dat dan. Plus hij is lid van een broederschap dat niet in eenheid is met de kerk van Rome. U zegt, hoe zit dat dan? Ja, kijk, ik heb gisteren een paar kanonisten opgebeld. Niemand kon het mij zeggen. Enfin, ze lagen alle drie met elkaar in ruzie. Dus dat is een verschrikkelijk ingewikkelde zaak. Maar dat is geen rehabilitatie.